Hallo en welkom bij opnieuw een nieuwe uitzending van Studio De Graafschap op Focus TV. Uiteraard weer twee gasten aan tafel. Oud-voetballer Rob Kelderman en de spits van de superboeren Piotr Patsizek. Heren, van harte welkom. Ja, Piotr, jou de eerste vraag. Hoe vaak ga je nog scoren dit seizoen? Ik denk dat het op dit moment nog tegen is gevallen. Maar ik hoop toch minimaal aan de 5 goals te komen. En alles wat daarboven is, is voor mij op dit moment denk ik meegenomen. Ja, maar, waarom is het tegengevallen dan? Ik denk dat ik nog niet in mijn kwaliteiten ben gekomen om echt te scoren. Ik heb wel kleine kansjes gehad, maar ik denk dat ik meer te veel verdedigend heb gedaan. Waardoor ik niet aanvallend echt aan mijn kwaliteiten ben toegekomen in de 16. Maar, hoe moet de Graafschap gaan voetballen dan? Het systeem is goed, daar ligt het. Ja, maar ik denk dat ik gewoon mijn krachten zelf iets beter moet verdelen. En niet extra gaan lopen voor anderen en gewoon mijn eigen taak vervullen. En dan weet ik zeker dat ik ook voor de goal mijn kansen ga krijgen. Naast je zit een razendsnelle vleugelspits van weleer. Rob Kelderman, ja, van vroeger. Jij vond het heerlijk om aan de rechterkant en langs te schieten en die ballen voor te geven. Ja, maar ik was geen vleugelspits. Ik speelde natuurlijk op het middenveld. Maar ik denk wel dat de kracht vast inderdaad eroverheen knallen. Ja. Dat klopt inderdaad. Dat zien we op dit moment trouwens te weinig, vind ik. Bij de Graafschap dus? Ja. Want? Ja. Wat moet er gebeuren dan? Nou ja, de Graafschap met de kwaliteiten die ze nu hebben, vind ik persoonlijk dat we veel meer vooruit moeten voetballen en ook moeten durven te voetballen. En dat gaat altijd redelijk goed tot de 1-0. En dan vind ik persoonlijk, maar ja, wie ben ik, dat we veel te ver achteruit gaan lopen en dan eigenlijk het onderlopen onszelf af gaan roepen. Ja, ook jij zegt nog steeds we, want jij bent en blijft een superboer. Ja, dat zit er helemaal in, ja. Dat klopt. Vertel eens, hoe ben jij bij de Graafschap terechtgekomen? Dat was heel lang geleden. Heel lang geleden. In Dagblad de Gelderlander stond er een keer een oproep voor een paasinstuif, dacht ik dat het was. Daar kon je naartoe en dan kreeg je een beetje training. Nou, heb je zo'n pak aangedaan? Ik heb geen pak aangedaan. Netjes normaal naartoe. Een trainingspak had ik wel aan. Nou, daar stonden een aantal scouts, denk ik, of de jeugdtrainers langs de lijn en daar werd je uitgevist. Een paar proefwedstrijdjes voetballen en zo ben ik bij de Graafschap terechtgekomen in C1 op Groothagen nog. Wat was dat voor tijd? Een hele mooie tijd, leuke tijd, hele andere tijd ook. Ja, waarom? Nou, als ik zie hoe dat nu allemaal met de jeugd gaat ten opzichte van toen, het wordt nu veel meer geregeld. Ik woonde toen in Giesbeek, dus elke dag van Giesbeek met het busje naar Groothagen, direct vanuit school trainen, direct weer naar huis toe. Als je ziet wat er vandaag de dag gaat gebeuren met de jeugd, goede zaken overigens, die worden gebracht, worden gehaald. Veel meer privilege denk ik ook op school. Kennen wij niet. Ja, Piotr, heb jij een makkelijke jeugd gehad, voetbaljeugd? Voetbaljeugd zeker. Ik ben om mijn 13e naar de Graafschap gekomen. En vanaf dat moment is eigenlijk alles altijd goed geregeld geweest. Ik ben 's ochtends in het eerste jaar nog moest ik altijd op station Arnhem komen. Moest ik zelf met de bus vanuit huis naar het station komen. En dan werd altijd met het busje naar school gebracht. En dan s'avonds ook op het station afgezet. Dus het eerste jaar haalden mijn ouders me vaak s'avonds nog op. En vanaf het tweede jaar werd ik eigenlijk gewoon vlak bij huis opgehaald en ook weer thuisgebracht s'avonds. Moest je ook meteen opletten op je voeding? Nou ja, voeding. Ja, ik had altijd al gezond thuis. Mijn moeder die kookte heel gevarieerd, dus dat was nooit een probleem. En ik bedoel, als jonge jongen moet je ook genieten. Dan kun je ook gewoon normaal af en toe wel eens. Lekkere dingen eten. Het hoeft niet altijd gezond te zijn als het maar rondom trainingen en wedstrijden wel gewoon normale voeding is. Hoe was het met de voeding vroeger bij Kelderman? Niet. Eten wat de pot schaft. Ja? Ja, dat kenden wij niet eens, dat soort dingen. Daarom zeg ik al, het is van toen en nu zo'n groot verschil. Wat is beter? Weet ik niet. Ik heb deze tijd niet meegemaakt. Kijk, ik heb natuurlijk ook in vertegenwoordigende elfallen gespeeld, zoals een UEFA-teampje. En dan merk je dat het weer een x-aantal stappen hoger is als bij de Graafschap. Dan wordt er wel heel veel geregeld. Maar als ik Piotr nu hoor praten, ja, dat over voeding praten. Je kwam thuis en je had wat en je ging op televisie kijken naar bed en de volgende dag hetzelfde stramien. En nu, ja, voeding letten, krachttrainingen. Ik weet niet of ze 1 of 2 keer per dag trainen. Wij trainen 4 keer per dag, want we waren allemaal semi-prof. Of 4 keer in de week. Mm-hmm. En jullie trainen denk ik elke week? Of elke dag? Ja, elke dag sowieso. En 2 dag na de wedstrijd dan vrij. Of 1 dag na de wedstrijd, maar voor de rest altijd. En vaak ook, dat zijn 2 dagen meestal dat je 2 keer in de week kracht traint. 2 keer in de week, 2 keer traint dus. Maar jullie leefden al ballen raak bij de Graafschap. Ja, onder andere. En die waren trouwens heel goed.
die ballen ga ik. Vandaar dat we dus redelijk veel ballen ga ik naar binnen werkten, ja. Jammer dat ze er niet meer zijn trouwens. De geintjes, de humor? Dat zal zijn, dat zal nog steeds zijn. Ik denk niet dat dat het verschil is tussen vroeger en heden, denk, lijkt mij. Nee, kleedkamer grappen blijven altijd. Oppassen, want er wordt opgenomen. Wie zijn de grote grappenmakers bij jullie in de kleedkamer? De grootste grappenmakers, ja. Ik kan wel twee uitpikken. Dan Frank van Kouwen als aanvoerder, die neemt vaak de leiding in grapjes. En Harry Gommans is wel een echte humorist. En bijnamen? Harry Gommans, of ja, voor Harry hebben we niet echt een bijnaam. En voor Frank, ja, Dikke Schoft meestal wordt hij genoemd. Dikke Schoft? Ja, jullie hadden ook allemaal bijnamen natuurlijk, hè, in het verleden. Dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Is dat zo? Nee, volgens mij niet. Nee. Gewoon allemaal bij de voornaam netjes aangesproken? Ja, of bij achternaam. Ik kan me niet herinneren dat wij bij bijnaam hadden. Nou, nee. Jij bent een van de grootste geinpodiums ooit in het betaalde voetbal gezegd, geweest. Of dat zo is. In betaalde voetbal, zo. Heb ik nooit de prijs voor gekregen. Ben jij een beetje de René van der Gijp van de Achterhoek? Nou, nee, dat denk ik niet. Ik ben overigens wel zijn boek aan het lezen. Ik moet ook eerlijk zelf toegeven dat ik best wel een aantal hoofdstukken nu heb gehad waarvan ik zeg, hey, daar herken ik mij wel een beetje in. Ja. Maar ik denk dat René van der Gijp, dat is René van der Gijp en daar moet je ook niet aanzetten. Dat is een persoon op zich. Maar jij bent iemand die ten alle tijde positief in het leven staat. Dat probeer ik wel, ja. Heel veel geintjes maakt. Ja. Net in het voorgesprek zei Piotr, ik hoop dat ik mijn lachen kan inhouden tijdens... Ja, maar gaat hem goed af. Gaat hem goed af. Je mag gewoon lachen. Ja, dat doe ik altijd. Ik lach altijd. Dus. Nee, je probeert natuurlijk positief. Waarom zou je negatief zijn? Ik bedoel, kijk om je heen, je kunt de dagbladen, de televisie niet aanzetten en het is allemaal negatief en weet je, dus laten we alsjeblieft een beetje positief blijven. Benader de Graafschap is positief? En dan moet ik even nadenken, hè. Ja, de Graafschap, benader positief, ik denk dat de Graafschap, die hoef je eigenlijk niet helemaal niet positief te benaderen, want het gaat gewoon goed komen. Maar is het niet te veel afgebrokkeld dan, de laatste maanden? Nee. En ja, de goede met supporters en dat. Nee, geloof ik niet. Ik bedoel, als ik de supporters van de Graafschap ga bekijken ten opzichte van de rest van de supporterskade in Nederland, dan denk ik dat een heel uniek publiek is. Mm-hmm. En ook een heel trouw publiek. En natuurlijk zijn er wel wat schermutselingen gebeurd, maar dat heb je overal. En er is maar één remedie, dat is resultaat boeken. En ik ben ervan overtuigd dat gaat komen. Er zit zoveel kwaliteit. Dit seizoen al? Ja. Ja, ben ik echt van overtuigd. Dat geluk dat wordt afgedwongen. En ik hoop eigenlijk vanuit het verleden ook dat ze de vierde periode gaan pakken. En ik denk dat ze dan zo doorstomen. Met Piotr in de basis, in de spits, hè, dat wil je natuurlijk graag. Ja, natuurlijk. Moet jij eigenlijk dan alleen maar voorin blijven staan? Laten de ballen maar naar voren komen via de flanken? Ja, nou ja, dat is wel mijn kwaliteit. Ik ben niet de spits die bal op gaat halen op de middenlijn zelf een actie maakt. Ik bedoel, ik heb wel een goed schot van afstand. Maar voor de rest ligt mijn kwaliteit vooral echt in de 16 en rondom de 16. Dus ja, als je het zo wil stellen met voorin blijven, ja, dan praat je daarover dan met Pieter Huistra, de trainer? Nou, wat voor mij vooral bevalt is dat we zijn overgestapt op een ander systeem. Dat we bij 4-3-3 liep het niet echt op de manier zoals we wilden voetballen. En in 4-4-2, voor mijn gevoel, ik heb de afgelopen 3 jaar in de A in dat systeem gespeeld, dus ik ben eraan gewend. En dit systeem ligt mij ook meer. Je hebt iets meer vrijheid als spits. Als je 4-3-3 speelt, heb je toch altijd 2 man bij je. Mm-hmm. En dan sta je soms gewoon geïsoleerd. En bij 4-4-2 moeten toch keuzes gemaakt worden door de verdediging. Van gaan we met 3 achterop spelen, blijven met 4, wie dekt wie. En dan liggen er altijd ruimtes, maakt niet uit waar. En een goede trainer gaat in de A-jeugd? Ja, zeker weten. Dennis de Braak heb ik ook een hele goede band mee. Dus, en nu nog steeds ook, hij is nu heel nauw betrokken bij het eerste. En dat is wel iemand die heel belangrijk is geweest in mijn ontwikkeling de laatste jaren. Welke schoolopleiding heb je gedaan? Rietveld Lyceum. Ik heb HAVO afgemaakt. En jij, Rob? HAVO, Ludger. Ook. Zou je zeggen, hè? Niet? Toch, nee. Wie weet. De spelers van de Graafschap, natuurlijk zijn die allemaal naar school geweest. Piotr Patsizek heeft op het Rietveld Lyceum in Doetinchem gezeten. De Graafschap heeft een samenwerking met het Rietveld Lyceum. Laten we eens met z'n allen gaan kijken. We hebben een heugelijk feit, is dat wij met de Graafschap en het Rietveld Lyceum
een 12,5-jarig jubileum hebben kunnen vieren. Dus dat betekent dat wij onze overeenkomst weer verlengd hebben met Rietveld Lyceum. Het belangrijkste daarin is dat de school zeg maar, zoveel mogelijk rekening probeert te houden met het programma van onze ja, talenten zeg maar, van de voetbalacademie. Het is een continuering van wat we al doen. We zijn al jaren zijn we goede partners van elkaar. En we proberen de balans tussen voetbal en school zo goed mogelijk ja, te garanderen en daaraan te werken. Zij kunnen flexibel zijn qua urenrooster van de jongens. Als wij tijdig aangeven wat het trainingsschema is, dan zal de school daar waar mogelijk meedenken om ja, die jongens extra vrij te maken of iets eerder vrij te maken of wat dan ook, maar wel voldoende uren laten maken. School moet, voetbal mag. Dat is ook zeg maar de spreuk die erbij hoort. Dat vinden wij ook zo, omdat niet iedereen betaald voetbal gaat halen. Er ook iets is na het voetbal of op het moment dat je betaald voetbal niet haalt en bij de amateurs gaat spelen. Dat kan topklasse, hoofdklasse zijn of waar dan ook. Dan zul je daarnaast ook iets moeten doen en dan is het goed dat je ook een diploma hebt. We doen het niet alleen met voetballers, we doen het ook met andere sporten en andere toptalenten om zoveel mogelijk maatwerk te leveren. Om enerzijds je talent en de ontwikkeling daarvan en aan de andere kant je schoolwerk, om dat op elkaar af te stemmen. Voor ons is het gewoon belangrijk omdat het dicht bij onze voetbalacademie is in Doetinchem. Als je kijkt, anders moet je al naar Arnhem of naar Enschede. Brengt veel meer reistijd met zich mee. En daarvoor zijn wij blij dat wij onze kinderen zeg maar, en onze spelers in Doetinchem naar school kunnen doen. Welkom terug bij Studio De Graafschap. We gaan uiteraard door met de prijsvraag. Wie weet wint u ook wel zo'n heerlijke graafschaptaart. De vraag van vorige week was: wie was de trainer of wie is nog steeds de trainer van de A1 van De Graafschap? Piotr heeft hem ja, netje al genoemd. Jullie willen zeggen Tettenbraak. Nee. Ja, ik ken jou. Maar het is dus echt Dennis de Braak. Dat is de trainer van De Graafschap A1. En nu verschijnt onder in beeld de naam van de winnaar of winnares. En natuurlijk hebben we nog een nieuwe vraag. Dus wellicht wint u wel de heerlijke graafschaptaart. Wie scoorde... Ja, niet het antwoord al geven natuurlijk. Wie scoorde het eerste doelpunt van de graafschap in deze competitie? Stuur uw antwoord naar studiodegraafschap@focus.tv. Dus wie scoorde het eerste competitiedoelpunt van de graafschap dit seizoen? Ja, Piotr, jij kwam natuurlijk op een gegeven moment bij de graafschap in deze selectie. Had jij meteen de indruk van, hey, ik ga eerste spits worden in dit seizoen? Nou, ik heb de voorbereidingen of ja, vorig jaar en eind vorig jaar werd gezegd dat ik volgend jaar mijn kansen krijg. Ik bedoel, toen de club ook gedegradeerd was, wist ik dat bepaalde spelers ook weg zouden gaan. Dus dat misschien wel kansen lagen. Maar ja, ik begin de topscorer van de voorbereiding geworden. Dus op zich ging dat allemaal wel goed. En toen op een gegeven moment begon de competitie. Eerst 4 wedstrijden, 4 keer ingevallen. En toen werd Harry Gommans gehaald. Ja, en toen was het eigenlijk voorlopig eventjes klaar. En toen, ja, op zich was het op dat moment wel een teleurstelling. Ik bedoel, je hebt vanaf het begin overal bijgezeten. Mm. En op dat moment val je er net buiten. Maar daarna ben ik gewoon hard blijven werken aan mezelf. En, wil je dezelfde ontwikkeling maken als Luc de Jong? Ja, dat zou... Dat hoop ik wel. Ik bedoel, je kan natuurlijk nooit weten waar je eigen grenzen liggen. Maar dezelfde toekomst als Luc de Jong zou wel super zijn. Dat betekent dat je nog maar kort aanwezig bent op de Vijverberg dan? Nou, dat denk ik niet. Ik denk dat ik kom net kijken. Ik heb net 10 wedstrijden gespeeld in betaald voetbal. En mijn doel is niet om direct te vertrekken bij de Graafschap. Ik heb het hier enorm naar mijn zin. Ik ken de mensen allemaal en het is echt een hele warme club. Met echt super supporters. Dus ik kan me ook nog goed ontwikkelen hier. Dus op het moment dat er echt een club komt die een plan heeft waar goede gedachten achter zitten. En waar ik van denk van ja, daar kan ik me echt ontwikkelen. Ja, dan zal het wel moeilijk worden om nee te zeggen. Maar uiteindelijk wil iedereen zijn ultieme doel halen. Mm-hmm. En ik ben ook zo iemand. Ik ben pas 19, dus ik heb nog een hele toekomst voor me. Ja, Rob Kelderman. De Graafschap begon met Soufiane El Hasnaoui, de spits, in de voorbereiding al natuurlijk. Ze hebben met Piotr Patsizek een goede, talentvolle, jonge spits. Dan halen ze Harry Gommans. Snap jij die move? Nee.
Zeker. Ik weet ook niet, Harry Gommels en Piotr, of dat echt een wezenlijk verschil is in spits zijnde. Ik heb net gehoord dat hij dus in de 16 wil voetballen en niet iemand dus in je bal wil halen en 23 man voorbij wil gaan en de keeper nog een keer met de schaar wil passeren en de goal wil maken. Ja, dat zie ik Harry Gommels al helemaal niet doen. Dus dan zeg ik op mijn beurt van, dan had ik denk ik toch meer kaart op hem gezet. Ja. Wat ik net al aangaf, jij bent en blijft ook nog steeds een echte superboer. Praat jij daar ook met mensen over? Weinig. Ten eerste ben ik niet wekelijks op de berg, op de Vijverberg. En ten tweede, ja, met wie moet je daarover gaan praten? Kijk, we spelen met Oude Graafschap, spelen we natuurlijk een 4-5 wedstrijden per jaar. En dan praat je natuurlijk wel over het wel en wee van de Graafschap. Maar ja, wie ben ik om met mensen binnen de Graafschap te gaan praten hoe er gespeeld moet worden? Maar op het moment dat je met Oude Graafschap hebt gespeeld, ben je ook aanwezig in het stadion bij een wedstrijd. Ja. Dan kom je natuurlijk alleen maar oude bekenden tegen. Dan kom je heel veel oude bekenden tegen. En dan is het inderdaad wel eens praten over toen en over het nu. Was vroeger beter? Nee, wat is anders? Heel anders. Niet met elkaar te vergelijken. Of het beter was of slechter was, dat weet ik niet. Ik heb wel eens gekscheren gezegd van, ik kan me niet voorstellen dat ik ooit zo slecht gevoetbald heb dan ik op dat moment zag. Mm-hmm. Maar dat zal ook ongetwijfeld. Maar wat ik zeg we moeten niet naar de slechte dingen kijken, we moeten naar de goede dingen kijken. En de Graafschap moet gewoon punten gaan pakken en klaar. Ja. Zo denken jullie er ook over in de spelersgroep? Ja, zeker. Vooral nu. Ik bedoel, we hebben in het begin... In het begin is het eigenlijk niet zo gelopen als we verwacht hadden. Daarna hebben we wel enige tekenen van herstel laten zien. Daarna is het alsnog een paar keer misgegaan. En afgelopen zondag winnen van Volendam. En ik denk dat we daar als groep wel een goed gevoel aan over hebben gehouden. Ik bedoel, we hebben niet echt een sterke wedstrijd gespeeld. Maar we hebben het echt als team gedaan met z'n elfen. We hebben, als je terugzag op de beelden, voor sommige ballen in de 16 gooien zich 4 man voor. Dus dan zie je wel dat het team naar elkaar toe groeien is en dan ik denk dat de punten komen vanzelf. Maar is dat de doelstelling voor de laatste 3 wedstrijden voor de winterstop? Ook al voetballen we niet goed, als we maar zorgen dat we nog een paar punten erbij pakken. Ik denk wel dat als we de laatste 3 wedstrijden gewoon winnen, dat je de zure smaak van het eerste seizoen zelf nog een beetje kan wegpoetsen. Dan eindig je misschien in de winter alsnog met een 6e plaats. En dan kun je gewoon het tweede seizoen zelf een nieuwe start maken. En gewoon de top gaan bestormen. Ja, Rob Kelderman, nog 3 wedstrijden tot aan de winterstop. Moeten ze 3 of 9 punten pakken? Nou, moeten niet. Maar ik denk wel dat het programma van die naad is dat ze 9 punten kunnen pakken. En als je dan vrijdag begint tegen Den Bosch, dan vind ik persoonlijk dat dan moet je sowieso 3 punten voor pakken. Doe je dat niet, dan hoef je niet meer naar boven te kijken. Want dan ga je eventjes... In de wachtruimte zitten. Maar datzelfde geldt eigenlijk een beetje voor Den Bosch. Als Den Bosch zaterdag of vrijdag verliest, dan doen die eigenlijk al helemaal niet meer mee. Maar gezien het programma, 9 punten, dat ik denk wel dat tot de mogelijkheden behoort. Ja. En dan de tweede helft op die voet verder gaan. En dan, ik zie dat wel goed komen, echt. Ja, in de tijd dat jij speelde, Eredivisie bij de Graafschap, kan ik me ook nog wel een paar ketsers herinneren en heroïsche duels. Ja. Uit in de meer bij Ajax. Prachtige wedstrijd. Echt publiek genoot van de eerste minuut tot de laatste minuut. 10 doelpunten. Ja, hoogstaand voetbal. Wij schoten de bal ook heel hoog. En Ajax echt, wie speelde erin? Die schoot met scherp, ja. Ja, die schoot er redelijk met scherp, ja. Ik bedoel, s'avonds in de bus terug zag ik af en toe nog wel eens rood-witte flitsen voorbij komen. Maar dat was geen schande, denk ik, met dat elftal wat wij toen hadden. Tegen het elftal wat Ajax had. Mm-hmm. Want dat was denk ik het beste elftal wat Ajax ooit gehad heeft. Ja, 9-1 werd het toen. Ja. Bert Boes in het doel bij de Graafschap. Ja, en de Bolle van de Meer. En Bert Boes die keepte bij de Graafschap met de Ajax-tattoo op zijn arm. Ja. Dat kon allemaal natuurlijk. Toen wel, ik weet niet of dat nu nog kan, maar waarom niet? Ik bedoel, als je Ajax-fan bent, dan mag dat voor mij geen problemen mee. Wat is jouw mooiste tijd geweest bij de Graafschap? Ja, uiteraard. Wat je nooit meer vergeet is natuurlijk dat je de eerste wedstrijd speelde. Dat was onder Van der Meent. En dat was een heel mooi seizoen voor mezelf uiteraard. En in dat seizoen werd ik ook geselecteerd voor het Wevertteam. Dus de eerste paar seizoenen bij de Graafschap was voor mij het mooiste. Omdat ik toen ook het meeste meemaakte. Wat heb je daarna gedaan? Bij de Graafschap. Uitwijkje naar Wageningen. Halfjaartje. Maar het gras bij de buurman was echt inderdaad niet groener als bij jezelf. En toen ben ik gestopt. Ik had het ook op een bepaald moment helemaal gehad en toen ben ik naar de amateurs gegaan. Ja, bedrijfsleven ingegaan, wat doe je nu? Ik heb een eigen zaak. Ik heb een zaak Artivision, Wil. We doen in visuele communicatie, alles op het gebied van reclame. En dat loopt?
moeizame tijden, maar we mogen niet klagen. Als ik links en rechts om me heen verhalen hoor, dan laten we maar positief blijven denken. Ja. Ben je dan ook als ondernemer lid van de businessclub van de Graafschap? Ja. Waarom niet? Bewust voor gekozen? Nou, nee, niet bewust voor gekozen. Maar we komen uit een hele penibele situatie. Dus financieel is het niet heel aantrekkelijk om dat te doen. Zeker omdat dit jaar misschien wel omdat het Jupiler League is. Maar Jupiler League, ja, een business iets te kopen. Daar zeg ik op mijn beurt van. Maar ik weet niet of klanten van mij uit het westen of het zuiden naar de Achterhoek willen gaan om top os de Graafschap te zien. Mm-hmm. Ajax, Feyenoord en PSV, dat zijn denk ik andere wedstrijden. En dan zou het eventueel een overweging waard zijn om een paar seats te kopen. Ja. Dus als de Graafschap promoveert, dan zit Rob Kelderman weer twee wekelijks op de tribune. Nou, die kans is groot, maar ik denk dat er dan wel meerdere bedrijven terug willen komen. Piotr Patsizek, wat is jouw doelstelling? Wat wil jij bereiken? Welke club? In dit seizoen of in mijn hele club? In de aankomende jaren. Nou, laten we dit seizoen eerst maar gewoon een goed seizoen afmaken met de Graafschap. Gewoon promoveren. Of in ieder geval het seizoen goed afmaken. En dan zie ik volgend jaar wel verder. Ik hoop dat ik een grote bijdrage kan leveren dit seizoen nog. En dan hoop ik me volgend jaar weer verder te ontwikkelen. En ik ga niet te ver vooruit kijken. En mijn uiteindelijke doelen die heb ik wel voor mezelf. Maar die hou ik ook wel voor mezelf. Vertel je later hier aan tafel. Kom maar goed. De Graafschap FC Den Bosch, wat gaat dat worden? 2-0. Hoe vaak ga je scoren? 4 keer. Ja, ik hoop 1 keer, maar dat weet je nooit. Ken je hem nog? Boudewijn de Geer? Ja. 2 keer scoorde die in die hele belangrijke wedstrijd. Ja, ook zo'n voorbeeld. Voor de wedstrijd werd hij uitgefloten en na de wedstrijd op de schouders. De Graafschap Den Bosch, de uitslag? In ieder geval winst en ik denk meteen doelpunt en dat is genoeg. Heren, hartelijk bedankt. En u bedankt voor het kijken naar Studio De Graafschap. Nogmaals, win een heerlijke Graafschaptaart. Wie scoorde het eerste competitiedoelpunt van De Graafschap dit seizoen? Stuur uw antwoord naar Studio De Graafschap @focus.tv. Graag tot de volgende keer. Tot de volgende Studio De Graafschap.